Hallo, ik wou vandaag met jullie vanuit de relatieve veiligheid van mijn huis praten over het Romeinse leger. Want als je aan de Romeinen denkt, dan denk je vooral aan die supertypisch en bekend uitziende soldaten. Het Romeinse leger is één van die legers uit de geschiedenis die altijd bekend zullen blijven. De Romeinen stonden bekend om hun leger. De Romeinen hadden een gevreesde reputatie bij hun vijanden. En hun Gallische, of Germaanse of Keltische tegenstanders hadden vaak geen kans in een open gevecht tegen dat Romeinse leger. Soldaten en officieren in het Romeinse leger moesten lange tijd zelf hun uitrusting betalen. Dat verklaart waarom we zoveel verschillende helmen hebben teruggevonden. Wie extra geld wilde besteden aan zijn uiterlijk, kon een luxueuze helm aanschaffen of zijn geld steken in een extra showhelm die uitsluitend werd gedragen bij parades. In het jaar 107 voor Christus hervormt generaal Gaius Marius het Romeinse leger. Legioenssoldaten werden professionele soldaten. En de uitrusting werd vanaf dat moment betaald door de generaal en niet meer door de soldaten zelf. Het beeld dat we meestal voor ons zien bij de Romeinen ontstond daarna. Oké. Dit is hem. Het bekendste harnas van Romeinse soldaten in de geschiedenis. De Lorica Segmentata. Zoals je kunt zien is het een reeks overlappende ijzeren platen die een groot deel van mijn lichaam beschermen. Wordt bij elkaar gehouden met scharnieren en een heel systeem aan riempjes die ervoor zorgen dat ik dag veel nodige bewegingsvrijheid heb. Nou, in combinatie met deze ijzeren helm die je hier ziet, die een groot deel van mijn gezicht beschermt, geeft het mij in totaal een grote mate van bescherming. Het is niet perfect. Je ziet dat ik een soort van een stukje stof gebruik om te voorkomen dat het bij mijn nek hier in mijn vlees snijdt. En toegegeven, hij zit wat krapjes tegenwoordig. Dat kan ook komen door andere redenen natuurlijk. Nou, Romeinse soldaten werden ook altijd gezien met deze typische schilden. Het scutumschild. Dat levert dat bekende beeld op van Romeinse soldaten achter hun schilden. Die ze ook als dak konden gebruiken ter bescherming. De Romeinse soldaten waren bewapend met het Gladius steekzwaard. Een kort, breed zwaard, vooral bedoeld om mee te steken. En dat leverde het beeld op van Romeinse soldaten achter hun brede schilden met hun zwaarden, waarmee ze op korte afstand de vijand te lijf gingen. Het scutumschild kon gebruikt worden in het vormen van de bekende testudo-formatie, die een groep legionairs beschermde tegen vijandige pijlen. Tot de standaarduitrusting behoorde ook de dolk, de pugio. Deze werd gebruikt als een soort backup wapen, hoewel er ook twijfels zijn hoe dit wapen precies gebruikt werd. En veel Romeinse soldaten waren ook bewapend met dit, de pilum werpspeer. Deze speer was echt alleen maar bedoeld om mee te gooien, om de vijand vanaf een afstandje af te remmen. Hij heeft een hele lange punt, veel langer dan andere speren die je in de geschiedenis ziet. En op inslag bij een vijandig schild, of een soldaat, verboog deze heel vaak, waardoor ze niet makkelijk teruggegooid konden worden. Een aparte speer. Deze speer is niet bedoeld om mee te vechten vanaf korte afstand, zoals met andere speren in de geschiedenis wel gebeurde. Het is een apart wapen. En dit is nog veel minder bekend. De plumbata. Het ziet eruit als een grote dartpijl. En dat is precies wat het was. Romeinen hadden een voorraadje van deze jongens bij en gooiden die vanaf vrij korte afstand richting de vijand met het doel om nog zoveel mogelijk schade te doen voordat ze de gladius erbij haalden. Ruiters droegen een langer zwaard, de spata, waarmee zij tegenstanders op de grond konden raken. Ruiters hadden een kleiner, rond schild. Het lichaam werd beschermd met maliënkolders en schubbenpanzers. Speren konden worden gebruikt door de ruiters als werp- of stootwapen. Sommige helmen die door de ruiters werden gedragen, hebben de vorm van een masker met openingen voor de mond, neusgaten en ogen. Bij veldslagen toonde de drager van een dergelijk viziermasker geen angst of vermoeidheid. Dit moet heel intimiderend zijn geweest voor de vijand. De gemiddelde Romeinse soldaat was indrukwekkend. Maar de echte kracht van het leger lag in de diensttijd van het Romeinse Rijk. 20 jaar moesten soldaten in dienst blijven. En dat was voldoende tijd dat er geoefende eenheden konden ontstaan. Soldaten die lange tijd met elkaar leefden, trainden en dus samen als een eenheid konden vechten. Zij aten, sliepen,
kampeerden en vochten samen in eenheden van 8 man, een zogenaamde contubernium. Zij vormden een onderdeel van de grotere Centuria, een eenheid van zo'n 80 man. Een legioen bestond uit 6000 manschappen en ondersteunend personeel. En elke soldaat werd geacht trots te zijn op zijn legereenheid. En dat kon tot uiting komen in de bijnamen die de keizer aan zijn troepen kon geven. Bijnamen als overwinnend of trouw en toegewijd. Dit zorgde er allemaal voor dat de Romeinse soldaat een verbinding voelde met zijn legioen. Het Romeinse leger had natuurlijk allerlei ondersteunende troepen. Boogschutters bijvoorbeeld. Maar ook allerlei machines die voor extra vuurkracht zorgden. Zeker als er een stad belegerd moest worden. En ook maakte het Romeinse leger gebruik van zogenaamde auxilia, oftewel hulptroepen. Deze werden gerecruiteerd bij allerlei stammen van mensen die ze tegenkwamen. Zoals de Bataven in ons land. Een marcherend Romeins leger was een indrukwekkend spektakel. Rij na rij van goed getrainde en uitgeruste soldaten liepen in strakke formatie achter hun leiders, onderweg van marskamp naar marskamp, tot ze hun uiteindelijke bestemming bereikten. Maar het Romeinse leger in gevecht moet echt een indrukwekkend spektakel zijn geweest. Ze waren niet voor niets de supermacht van hun tijd. Later werd de Lorica segmentata vervangen door de anders uitziende Lorica hamata. En de schilden werden rond. Maar de basisgedachte van het geoefende leger bleef hetzelfde. Rome zou er honderden jaren lang haar vijanden mee verslaan. Het Romeinse leger heeft enorme invloed gehad in militair denken in Europa. De nadruk lag op discipline, oftewel dat soldaten ten alle tijde konden doen wat er van ze verwacht werd. In dat opzicht leeft het Romeinse leger door tot op de dag van vandaag.